Dat vereist veranderingen aan het frame en aan de motor die van 6/10 tot 14 pk kan worden opgevoerd. Jan van de Pichelaar, in 68 zelf nationaal kampioen in de 50 cc-klasse, voert daarmee de snelheid op tot ruim 150 km per uur. Zijn racemotoren met 5 versnellingsbak komen erin en vliegen eruit bij de TT in Assen. In de 40ste Grand Prix van Nederland is Aalt Toursen bij de start niet op tijd weg kunnen komen. Een Spaanse combinatie tracht de kop af te grendelen, maar Jan de Vries, nummer 18, heeft zich aan de insluiting onttrokken en leidt op den duur het hele veld. De Spanjaard Nieto heeft zijn landgenoot Canellas in de steek moeten laten. Hij vecht nu niet meer voor het merk, maar voor zijn persoonlijke titel. De Vries blijft voor op Canellas. De eindsprint wordt spannend. Met de Vries als tweede jaagt Nieto over de eindstreep. Je zou hem niet aanzien, maar hij heeft de Grand Prix gewonnen. En de eerste plaats in het voorlopige wereldklassement. Naast hem Jan de Vries, tweede in Assen, vijfde in wereldrang.